Stepanovic in 48-59 en ook deze heren natuurlijk even ons applaus. Laatste serie 200 meter vrije slag van dit moment. Ze staan voor u gereed. Dames en heren, heren, 200 meter vrije slag serie 10. Take your marks. Winnaar van de Swim Cup van vorig jaar. In ieder geval de winnaar van de 100 meter vrije slag Swim Cup gisteren. Sebastiaan Verschuren vindt u in baan 4. Ook in Barcelona was hij halve WK-finalist voor de halve finale. 1:45.69 zijn persoonlijke record. En nu natuurlijk ook gewoon bezig op de missie. Om de limieten te halen voor de EK in Berlijn. Een van de vele limieten die mogelijk zijn om hier te zwemmen. Na 100 meter gaat aan de leiding Emmanuel van Luggenen. 53-04. 53-23 voor Verschuren. Verschuren de leiding overgenomen. Met nog 25 meter te gaan. David Brandel, Emmanuel van Luggenen. En op baan 2 Joost Rijns. Nog voor die tweede en derde plaats. Verschuren zwemt hier 1:48.81, dames en heren. Dat is een hele mooie tijd voor Sebastiaan Verschuren hier in deze series. 1:48.81. 1:49.69 en 1:49.84 voor Joost Rijns. Kijk even naar de officiële uitslag van dit programmanummer. We zien hier een beeld verschijnen. En natuurlijk even voor deze heren 200 meter vrije slag. Uw applaus. We gaan onze blik naar de andere kant van het zwembad richten. Want we gaan verder met de 50 meter schoolslag. 4 series.